gedaan. We danken u, Heer, dat u in ons midden bent. En dat u uw woord naar ons toezendt en dat uw woord ook ingang zal vinden. Heer, we danken u, Heer, dat we gered zijn en betaald zijn door Jezus Christus. Dat we volkomen gerechtvaardigd zijn geworden. Dat we nieuwe scheppingen zijn en dat u in ons woont. Dank u, Heer, dat u ons ook leidt vandaag en ons onderricht geeft wat wij kunnen doen. Heer, want u wilt dat iedereen gezond is, krachtig en sterk is. Maar u wilt ook dat wij uw gezondheid naar anderen uitdragen in Jezus' naam. Amen. Amen. Oké, mensen, ik heb goed nieuws voor jullie. Oh, amen. God wil dat je goed bent. Amen. God wil dat alle mensen gezond, krachtig en sterk zijn en overwinnend zijn. En ik heb vandaag goed nieuws voor je. Want God wil dat je gezond bent. Amen. Elke dag. Amen. Misschien zegt u, ja, ik weet dat God me zal genezen als ik ziek word. En dat is natuurlijk waar. Dat zal hij doen. Maar dat is niet wat ik bedoel. Ik zeg je dat het Gods volmaakte wil is dat je voortdurend in goddelijke gezondheid leeft. Amen. Zijn wil is dat je zo volledig wandelt in de kracht van zijn woord, dat ziekte en kwalen letterlijk van je worden weggeduwd. Amen. Halleluja. Amen. Is dat geen goed nieuws? Ja, amen. Amen. Dat is heel goed nieuws, lieve mensen. En dat is heel belangrijk nieuws, want het maakt helemaal niet uit wat voor kwaal je hebt, of wat voor kwaal je gaat tegenkomen. Ik zeg niet dat je ziek wordt, maar we leven in een vervallen wereld. Als je dit gaat gebruiken, wat ik je leer vandaag, dan prijs God, dan zul je beschermd zijn tegen dat soort dingen. Maar het is niet alleen maar zo om... Kijk, weet je wat ik merk? Wij bidden met mensen, ze ziek zijn, dan worden ze genezen. Maar het gaat erom dat ze gezond blijven. Ja. En als je niet weet hoe je dat eigenlijk moet doen, dan om gezond te blijven, dan, ja, dan staan ze een paar weken later weer in de rij. En dat is helemaal niet erg, maar God wil dat je volledig gezond blijft. En prijs God, ik mag er zelf over getuigen, dat ik sinds ik de Heer dien, ben ik nooit ziek geweest. Amen. En dat is al meer dan 40 jaar. Dus dat prijs God. En dat is niet omdat ik zo goed ben, helemaal niet. Maar God die houdt me gezond, want ik heb een bediening hier in deze wereld. En dat kan ik alleen maar doen als ik gezond ben en gezond blijf. En we zijn al in situaties geweest waar andere mensen ziek werden enzovoort. Maar prijs God, God heeft ons altijd afgeschermd. En daar zijn we God heel erg dankbaar voor. God wil altijd genezen. Maar er zijn natuurlijk wat dingen waar we zelf ook aan kunnen werken. En ik wil eerst eventjes vertellen dat God iedereen gezond wil hebben. Ja. We kunnen gehoord hebben over Gods genezende kracht. Maar er is een verschil tussen goddelijke genezing en goddelijke gezondheid. Goddelijke genezing is de verwijdering door de kracht van God van de ziekte die over het lichaam is gekomen. Maar goddelijke gezondheid is om van dag tot dag, van uur tot uur, in contact met God te leven, zodat het leven van God in het lichaam stroomt. Net zoals het leven van God in de... Dank u, ik heb u gehoord. Net zoals het leven van God in de geest stroomt of in de ziel stroomt. Ja? Nou mensen, gezondheid is gezondheid echt voor iedereen. Ik geloof er wel, in de Bijbel ook. Ja. En prijs God, je dagen van ziekte en kwalen zijn voorbij. Amen. Ja? God sprak in zijn woord over een volkomen gezond leven voor zijn kinderen. Ik geloofde het en ik wandel al meer dan 4 decennia in de glorieuze waarheid ervan. Als je zou willen dat God dezelfde woorden tegen jou zou zeggen, ja, ik wil dat je gezond bent, je dagen van ziekte en kwalen zijn voorbij, ja, dan je afvragend of genezing echt voor iedereen is, heb ik goed nieuws, het is voor iedereen. Gezondheid is voor iedereen. En het maakt niet uit waar je vandaan komt, het maakt niet uit waar je opgegroeid bent, het maakt niet uit wat je uitgespookt hebt, ja, prijs God, God is een vergevend God. We zijn gerechtvaardigd geworden door het offer van Jezus Christus, ja. En weet je wat je vroeger gedaan hebt, als je dan God beleden hebt, dan is over, God weet het niet meer. God houdt geen lijst bij van alle zonden en van alle verkeerde dingen die je deed. En het werkt dus niet meer voor je voeten. Dus je moet er zelf ook niet mee bezig blijven. Als je altijd maar terugkijkt van ja, maar ik heb dit toen fout gedaan en daarom heb ik dit nu. Nee, dan moet je mee stoppen met dat soort dingen. Want het is gewoon niet zo.
Als je het beleden hebt aan God, dan is het alsof het nooit gebeurd is. Amen. Ja, en het is voor Nederlandse christenen, en misschien ook wel voor anderen, erg moeilijk te geloven. Want wij willen altijd dat er een reden is. En misschien ben je vroeger ook wel in kerken geweest waar ze je vertelden dat je nu lijdt aan de dingen die je vroeger fout gedaan hebt. Maar dat is een hele verkeerde theorie, want dat is niet wat God zegt. God zegt, ik reken het je niet meer toe. Ik heb het er niet meer over. Het is over, voorbij, klaar. Ja, dus laat het voor jouzelf ook over, klaar zijn. Prijs God. God heeft genezing voor iedereen. Dat is de basis eigenlijk van mijn verhaal even, want ik heb het over oogst van gezondheid. Maar dit is iets wat je echt moet beseffen, dat God iedereen gezond wil hebben. Amen. Nou, hij zei met zoveel kracht en macht dat het de hel deed beven dat wij gezond kunnen zijn van dag tot dag. Hij schreef het in het verbondsbloed van zijn eigen zoon. Hij schreeuwde het door de eeuwen heen, door profeten, apostelen en predikers, dat hij een genezende God is en dat hij wil dat wij gezond zijn en gezond blijven. Er is echt een probleem. Het probleem is dat de meeste christenen het niet echt tot in hun hart hebben laten zinken. En in de waarheid, en dat het waarheid voor hen is geworden. Maar God heeft het gezegd, maar ze hebben het nog niet geloofd. Geloven, dat is iets aannemen dat het zo is. En het ontvangen, en ontvangen is, je moet het nemen. Ja, nemen, neem het. Ik heb het, prijs God. Ook al voel je het niet, nog. En dat gevoel komt in overeenstemming met je belijdenis. Nou, prijs God. Wat je gaat horen, dat kan je voor altijd veranderen. Als je die boodschap opneemt in je hart, het in de schrift bestudeert en zelf ziet dat het de waarheid is, als je het durft te geloven en ernaar handelt, zal het niet alleen je hart veranderen, het zal je hele lichaam veranderen. God wil ons gezond hebben. Amen. En als je deze boodschap volgt en bestudeert later eventueel, dan zal elke twijfel over Gods wil voor genezing, zal het weggenomen worden en de deur van goddelijke gezondheid voor je openen. Hierdoor staan drie waarheden die je zullen helpen, die dit probleem voor eens en voor altijd in je geest op te lossen. En daarna gaan we spreken over de oogst. Ja. Maar je moet eerst goed begrijpen dat ziekte, gezondheid voor jou is. Ja. Amen. En de eerste waarheid is dat het kruis bevrijdde ons volledig van de vloek. Amen. Weet je, de vloek was dat als je buiten de wet ging, buiten de wet trad, buiten de bescherming van de wet trad, dan kwam je onder de vloek. En dat kwam natuurlijk als je de wet niet deed, kwam je dus onder de vloek. Het is ook de vloek van de wet. Maar Jezus heeft ons van die vloek van de wet verlost. Door zijn offer, door voor ons te sterven en door onze zonde op zich te nemen en onze ziekte te dragen en in de hel te gooien. Trouwens, de hel, lieve mensen, God heeft de hemel geschapen en God heeft de hel geschapen. Maar niet voor mensen. Hij heeft niet de hel voor mensen geschapen, maar voor Satan en zijn trawanten. God heeft nog nooit iemand naar de hel gestuurd. Komen dan mensen niet in de hel? Jawel. Want je komt daar met wie je verbonden bent. Ja. Als ik verbonden ben met Jezus, waar is Jezus? In de hel. Nou, dan ben ik ook in de hemel. Ja. Ja. Maar als je verbonden bent met de duivel, ja, dan zul je daar zijn waar de duivel ook is. Maar dat is niet Gods wil. Maar God heeft daarom mensen aangesteld. Elke christen behoort het evangelie aan anderen te vertellen. En of ze dat nou pakken of niet pakken, ja, maar vertel het ze. Vertel niet van, dat als je Jezus niet aanneemt, ga je naar de hel. Dat is niet zo'n prettige boodschap. Vertel ze dat als je Jezus aanneemt, dan heb je in ieder geval een ticket naar de hemel. Ja. Het is zo mooi, hè? Tegenwoordig zijn ze met die QR-codes bezig en al die andere dingen meer.
Maar wij prijzen God, Jezus is ons paspoort. Ja. Voor de hemel. Ja. He? Halleluja. Ja. En dat is de enige goede paspoort. Ja. Prijs de naam van Jezus. Daar kom je overal mee binnen. Ja. Weet je, Tien Osborne vertelde een keer een verhaal. Dat hij had een grote campagne in Afrika ergens. En daar kwam ook een man die kon niet lopen. Zijn heupen die waren helemaal stuk. Ja? Hij kroop voort. En hij was daar in de campagne. Hij zat daar gewoon ergens. Hij zat niet dicht bij het podium, maar hij luisterde wel op het campagneveld. En wat gebeurde, hè, toen Tiel begon te bidden. Tiel bidt altijd massaal. Geen handoplegging. Zijn er te veel. En de kracht van God viel ook op die man. En die werd helemaal genezen. En die rende naar voren. Kijk, zegt hij. Hij zegt, ik heb weer heupen. Hij had geen heupen. En wat deed hij dan? Hij zegt, kijk maar, dan trok hij zijn broek. Ja, dat is Afrika. Ja. Zie je, ik heb heupen. Ik kan weer lopen en dansen en springen. Ja, toch? Ja. Nou, die story kwam natuurlijk in de krant en werd overal verteld. En toen ging hij naar het buitenland en dan kwam hij bij de grens. Ik weet niet meer welk land het was, maar hij kwam bij de grens. Maar ze wilden hem niet toelaten, want hij had geen paspoort. En hij zegt, ja, maar mijn paspoort is Jezus. Kijk, hij pakt de Bijbel. Kijk, hier staat, Jezus zegt, maak alle volken tot mijn discipelen. Dat is mijn paspoort. En God heeft mij wonderbaarlijk genezen, want ik had geen heupen, maar ik heb nu weer heupen. Maar ze wilden hem niet binnenlaten, maar toen kwam dus een of andere hoger iemand daar naartoe. En ze vertelden het verhaal en hij vertelde het. Ik moet er naartoe. Hij zegt, dit is mijn paspoort. Ik kom binnen. Ik wil het vertellen. Ik ben die man die heup heb gekregen. Nou, dat had die man gehoord. Ah, zei hij. Oké. Hij zei tegen die grens, laat hem maar doen. Ja, prijs God. Hè. Ja, dat is fantastisch. Hè. Dat is echt gebeurd, hè? Ja. Dat is niet zomaar een verhaaltje, hoor. Nee. Nou, het kruis bevrijdt ons volledig van de vloek. En om deze waarheid te begrijpen, moeten we even teruggaan naar het kruis, naar de plaats waar Jezus de prijs voor jou en voor mij betaalde. Naar geest, ziel en lichaam. Golgotha was de meest complete gebeurtenis die ooit heeft plaatsgevonden. God liet er niets buiten. Ja? Alles werd geregeld. Geen enkel vervloekt ding dat tot stand kwam door de vereniging van de mensheid met Satan bleef staan, bleef niet meer overeind. Halleluja. Weet u, als je in Christus bent, dan leef je niet meer onder de vloek. We leven onder Gods liefde en genade en in Gods zegeningen. Er is God altijd al van plan geweest om dat te doen. En prijs God, want als je het boek Genesis opslaat, daar begint het al mee. In Genesis hoofdstuk 2, waar had ik het nou, maar waar stond het ook weer? Oh, hier. In hoofdstuk 1, sorry. In vers 27. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hen. Man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen. Daar begon het al. De zegen van God kwam op de mens. En weet je, zegen is heel wat anders dan we vaak denken. De Engelsen zeggen, gelovigen die zeggen als iemand niest, ja, God bless you. Ja. Maar ik bedoel, dat zijn hele betekenis heeft verloren. Want de zegen van God is allesomvattend. Echt allesomvattend. En dan zegt hij hier ook nog, wees vruchtbaar. En het is helemaal niet, lieve mensen, dat je zoveel kinderen moet hebben. Nee, wees vruchtbaar in heel je leven. In alles wat je onderneemt. Ja, dat je vrucht zult dragen. Een succes zult hebben. Dat je gezond zult zijn. Enzovoort. Fantastisch. En dat komt allemaal door die geweldige zegen. En dan zegt Paulus, die zegt in Efeze hoofdstuk 1 vers 3. Wij zijn gezegeld met alle zegeningen. We hebben het. Ja. We hebben alles wat we moeten hebben. Ja? Je moet zeggen, dit is van mij. Als je iets wilt ontvangen, moet je het nemen. Ja? Als ik zeg van, oké, deze Bijbel is voor u en ik reik hem u aan. En u pakt hem niet, u neemt het niet, heb je niks ontvangen. Nee. Toch? Maar ja. Je moet het dus nemen. Ja, take it. Halleluja. Nou, prijs God. Weet je, Jezus
triomfeerde over dit alles, door alles wat de mens verkeerd gedaan heeft, door alles op zichzelf te nemen. Wat de gevallen mens ooit heeft gedaan. Heeft hij ons bevrijd, geneest in geest, ziel en lichaam. Dat is een volbracht werk, is gebeurd. Ja, en u vindt het misschien niet leuk als het zeg maar, een christen behoort niet ziek te zijn. Nee. Een christen behoort niet onsuccesvol te zijn. Nee. Jezus betaalde ervoor. Ja. En de Satan is een leugenaar, die kan van alles proberen te doen. Ja, maar je moet niet in zijn leugen trappen. Hij kan ongevallen veroorzaken, hij kan allerlei andere dingen regelen. Maar je moet er niet op ingaan, ja. Je moet dan niet zien van, oh, nou ben ik heb zeker iets fout. Dat zeiden ze vroeger, ik heb ze gehad, mensen. Die zeiden, nou, ik zou wel vroeger iets fouts gedaan hebben waardoor ik dit nu heb. Nee, dat is helemaal niet waar. Maar het is wel zo, we kunnen open deuren geven natuurlijk aan de tegenstander. Maar Jezus heeft ervoor betaald. Amen. Jezus heeft er echt voor betaald. Hij heeft alles gekocht en betaald en hij bracht een volbracht werk. En valt de duivel nooit aan? Ja hoor, de duivel valt je best aan met ziekte. Ja. Tenminste, hij probeert het op je te leggen, maar ik accepteer het niet. Nee. Ja, ik bedoel, als je dus pijn in je maag hebt, dus ik zeg niet, ik heb, dit is een voorbeeld, ik heb pijn in mijn maag. Nee, ik ben gezond, ik zeg, ik ben genezen in de striemen van Jezus. Amen. En ik ga gewoon door, prijs God. Je zegt, Satan, ik ben een leugenaar, je hoort niet bij mij, ja, je hoort hier niet, ik ben een man Gods, ik ben gekocht en betaald door het bloed van Jezus Christus, ja, ik ben een nieuwe schepping, ik ben een erfgenaam, halleluja, en God heeft zijn engelen geboden om mij te behoeden en te bewaren op alle wegen. Amen. Dus bye bye duivel, ja. En ja, je kunt soms iets verkeerds gegeten hebben en je beroerd voelen, maar ik zeg nooit dat ik beroerd ben, ik ga gewoon door, prijs God. Ik ben straffend. Laatst had ik hier in dit oog, in die rand van die oog, begon een opkomende ontsteking, een irritatie. En ik dacht van, nou, dan moet ik wat aan doen. Misschien moet ik even mijn oog spoelen en zo. En ik vroeg aan Barbie op een appje. Ik zeg, heb jij een oogbadje nog? Ja, met dergelijke. En ik had het verzonden. En toen dacht ik, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ik heb een verbond met God. Ik heb een verbond met God. Halleluja. Ja, ja, God die zegt in zijn woord. Ja, in Exodus. Als je mij dient, haal ik ziekte uit je midden weg. En ik dien God. Ik zeg, halleluja. Ik ben gezond. Maak dat je wegkomt. Binnen 5 minuten was het over. Was het totaal weg. Dus ik schreef, Babi, het is al opgelost. Ik hoef geen antwoord meer te hebben. Soms dan ben je afgeleid en denk je er eigenlijk niet aan dat we autoriteit hebben over dat soort dingen. Toch? Ja. Nou, prijs God. En het maakt helemaal niet uit, mensen. Je kunt je zwak voelen, je kunt je beroerd voelen, je kunt je ellendig voelen, je kunt je arm voelen, weet ik veel, je kunt jezelf een probleem voelen. Maar als je het woord van God neemt wat er staat en spreekt, dan zal het woord doen wat u in het zet. Ja, prijs God. Het woord is zo krachtig. Halleluja. Oké, lieve mensen, waar ben ik dan gebleven? Oh ja. Ja, Jezus, die hebben ons helemaal hersteld naar geest, ziel en lichaam. Hij werd onze vervanger. Ja. Hij werd onze plaatsvervanger. Amen. Hij werd arm, opdat wij rijk zouden zijn. Ja. Weet je dat ik rijk ben? Ja. De Bijbel zegt namelijk, de zegen des Heeren, die maakt rijk. Ja. Ik ben alle zegeningen. Ja. Ik ben rijk, prijs God, halleluja. Ja. En weet je, de engelen brengen dat naar me toe. Ja. Ja. Ik ben ervan overtuigd, omdat ik het ook beleid. Als iemand mij passeert, dan zegt een engel tegen hem, maak even 1000 euro over naar mij. Woe, glory to God. Want het vermogen van de wereld gaat ook naar ons toe komen, toch? Ja, dat is wat de Bijbel zegt. Ja, verwijs de Heer. Dus hij werd onze vervanger, hij werd arm opdat wij rijk zouden zijn. Hij werd zwak opdat wij sterk zouden zijn. Hij verdroeg de dood, zodat wij levend gemaakt zouden worden. Prijs God. Hij droeg persoonlijk onze zonde in zijn lichaam aan het kruis, zodat wij dood kunnen zijn voor de zonde en kunnen leven voor wat juist is. En door zijn wonden bent u genezen. Amen. Wauw, dat is het woord van God. Ja. Simpelweg, mensen. Weet je,
was laatst in Polen. Dat is niks bijzonders, ik ben regelmatig in Polen. Maar ik zei, je moet het zo zien. Als ik jou het recept geef, hoe je een lekkere appeltaart kunt maken, die ik lekker vind, en je volgt het, je leest het, je volgt het, en dan maak je een lekkere appeltaart. Zeg maar, waarom volg je dat recept dan? Omdat je gelooft dat het werkt, toch? Ja. Anders duurt het toch niet? Ja. Ik zeg, en waarom heb je dan moeite met het woord van God? Hoe het woord van God schrijft wat je moet doen, ja? Waarom heb je dan moeite dat je dat nou niet kunt geloven? Ja? Ja. Ja. Terwijl je gewoon moet aannemen dat het zo is. En prijs God, lieve mensen, je moet volhardend zijn. Want soms gebeuren dingen niet direct. Want de Bijbel zegt ook in Jesaja 55, dat de grond moet eerst doordrenkt worden, weet je wel, met die sneeuwval. Ik zal het zelf wel even lezen. Zo, voordat er eigenlijk iets gaat gebeuren. Maar zo beschrijft hij dat woord. Maar wees niet ongeduldig. Hou vast aan het woord van God. En, dan zie je, we hebben net gelezen, hè, dat dus vergeving, ja, van zonden, hij doet persoonlijk onze zonden, 1 Petrus 2, hè, en in zijn lichaam aan het kruis, zodat we dood kunnen zijn voor de zonde, en kunnen leven voor het juist is, en door zijn striemen bent u genezen. Nou, je ziet hier dat genezing en vergeving gaan hier hand in hand, ja, als een hand en een handschoen samengaan. Ja? God scheidt hen niet. De reden is simpel, ze staan namelijk niet los van elkaar. In Psalm 103 zegt hij die al onze zonden vergeven hebt en al onze krankheden geneest. Denk even aan die man, hè? Die lamme man, die kwam door het dak naar beneden, ja. Ja, door die vier vrienden. En dan zegt Jezus zegt tegen die man, uw zonden zijn u vergeven. Meteen die fariseeërs die zeggen, ja, wie zei dat hij die zonden kan vergeven? En dan zegt Jezus, ik zal je het bewijs leveren dat ik kan, ja? Want hij is ook genezen, sta maar op. Vergeving en genezing gaan samen. Als God je vergeeft, ben je ook genezen. Als God je geneest, ben je ook vergeven. Dat is één woord, dat is één samengang. Die daarin gaat. Ik zal je straks wel het woord geven. Wat er in het Hebreeuws staat. Als ik het nog tegenkom. Nou, weet je, sommige theologen hebben echt geprobeerd de boodschap van het kruis van zijn volle kracht te beroven. Door te onderwijzen dat deze genezing slechts geestelijke genezing is. Geen natuurlijke genezing. Geen lichamelijke genezing. Je moet het geestelijk zien. Ja. Maar Jesaja 53 vers 5, die zegt heel wat anders. Hij zegt, hij was gewond om onze overtredingen. Hij werd gekneusd om onze ongerechtigheden. En de tuchtiging van zijn vrede was op hem en met zijn striemen zijn we genezen. Even een andere vertaling dan de NBG, ja. Maar dat is zijn kneuzing, ja. Hij is gekneusd, hij is geslagen om onze ongerechtigheid. En met zijn striemen zijn wij genezen geworden. Dat is wat de Bijbel zegt. En dan heb ik het niet over geestelijke genezing. Nou, als je naar veel christenen kijkt, die eigenlijk door ziekte geteisterd en zijn en verslagen levens ziet van hen, ja, dan lijkt het misschien wel alsof verlossing weinig meer deed dan ons redden. Dat we alleen maar gered zijn. Maar niet genezen, bevrijd, verlost en de hele rattenplan, ja, wat erbij hoort. Dan lijkt het zo. Maar dat komt omdat we voor het grootste deel geen idee hebben wat er echt op Golgotha is gebeurd. En dat gebrek aan kennis heeft vele kostbare christelijke levens vernietigd. Maar het woord van God zegt, ik zeg het even in een beetje andere Nederlandse taal. Het woord van God zegt dat Jezus gekneusd was. Voor onze ongerechtigheden. Hij zat vol met blauwe plekken. En met de striemen die hem verwonden, zijn wij genezen. De woorden gekneusd en striemen zijn vertaald van hetzelfde Hebreeuwse woord. Dus dat betekent dat we het zo kunnen zeggen. Hij werd gekneusd voor onze ongerechtigheden en met die blauwe plekken zijn we genezen. Omdat eigenlijk simpelweg, ja, het woord striemen en het woord gekneusd, die hebben hetzelfde Hebreeuwse woord. Dat betekent dat het volledig
Kijk, een kneuzing, een blauwe plek, die zie je niet geestelijk in de lucht hangen. Je hebt een blauwe plek op je lijf, toch? Ja. Gekneusd. En als je niet weet wat het is, ga maar even met je vinger tussen de deur. Ja, of laat je maar even door iemand knijpen. Ja, ja, dan zul je het wel zien, toch? Zo, dus laat niemand je ervan overtuigen dat je genezing geen deel uitmaakt van Gods verlossingsplan. Want dat was het absoluut. Bidden om genezing te ontvangen is niet moeilijk. Je zegt, Vader, ik ben uw kind, ik ben vervuld met uw geest. Ik geloof dat Jezus mijn ziekte droeg en mijn kwalen droeg. En ik geloof dat ik door zijn striemen 2000 jaar geleden genezen werd. Ik aanvaard het feit nu door geloof. En ik geloof dat ik nu genezen ben in Jezus' naam. Amen. Maar we hebben allemaal met geloof te maken. Ja, de rechtvaardige zal leven door geloof. Halleluja. Nou is het zo, u heeft geloof. Maar we moeten leren hoe we het kunnen gebruiken. Kijk, als ik sommige mensen een zaag geef, weten ze niet altijd meteen wat ze ermee moeten doen. Of hoe ze moeten zagen. Dan moeten ze leren. Nou, u heeft geloof. Moet alleen leren hoe we dat geloof kunnen gebruiken. Prijs God. En als kind van God heeft u recht om Satan te bevelen uit uw leven te gaan. Hij heeft geen recht om ziekte of kwalen op uw lichaam te leggen. Want Jezus nam alle ziekte en kwalen op zijn lichaam. U bent Gods eigendom. En Satan heeft niet het recht uw geest, uw ziel of uw lichaam aan te raken. Soms als ik met de zieke bid, dan zeg ik, Satan, jij hebt niet het recht om dit eigendom van God aan te raken. Maak dat je wegkomt. Ja, we zijn eigendom van God. Yes. Halleluja, heb je het recht niet. Ik zeg, hoe durf je dat te doen? In Jezus' naam, wat los ga uit. Weet je, en ik weet dat hij uitgaat. Het probleem is vaak, dat als de betrokken het zelf niet gelooft, neemt hij het zo weer terug. Ja. Maar daarom leren wij de geloven. Je moet zeggen, ik heb het, ik ben nu genezen. Misschien voel je dat op hetzelfde moment niet. Ik neem vaak dat voorbeeld van die vinger tussen de deur. Als je je vinger tussen de deur doet, knelt, je weet wat ik bedoel, hè? Ja. Nou, met die scharnier. Ja, hoor. Ja, toch? Dan gil je eruit. Nou, dan doe je die deur open, je haalt je vinger eruit, gaat het nog meer pijn doen. Ja. Want het bloed gaat weer stromen. Ja? Maar je vinger zit er niet meer. Maar het lijkt alsof je die vinger er nog zit. Maar ja, hij zit er niet meer. Nou, soms is het net zo, ja? God die geneest je op dat moment. En dan lijkt het erger te worden. Dan lijkt het dat je nog steeds die kwaal hebt. Maar die is er niet meer, want die is uitgedreven. Amen. En zeg ik, dank u Heer. Ik zou toch gek geweest zijn als ik zei, ja, mijn vinger zit er nog steeds tussen. Terwijl hij er niet meer tussen zit. Ja? Dus dan zeg je, ik heb mijn vinger er niet tussen. Ik ben bevrijd, ik ben verlost, ik ben genezen. Halleluja. Dank u Jezus. Nou, de waarheid nummer 2. Hoeveel waarheden heb ik? 3 gewoon. 3 zijn er. 3 zijn er. 3, dank je. Nou, waarheid 2. Genezing en vergeving van zonden werden door hetzelfde bloed dat uit de wonden op Jezus' lichaam stroomde gekocht. Dus Jezus kocht met zijn bloed, ja, die uit de wonden op zijn lichaam stroomde, kocht hij genezing en vergeving van zonden voor ons. Hij betaalde een ontzagwekkende prijs, zowel onze zonden als onze genezing. Hij nam elke ziekte en zwakheid van ieder mens op zijn eigen lichaam. Net zoals hij de zonde van ieder mens op zich nam. Hij onderging de kwellingen van hen allen, zodat wij van hen allen verlost konden zijn. Zijn offer breidde zich uit tot de ziekte van elke man, van elke vrouw en van elk kind. Die ooit op deze planeet zal leven of geleefd heeft. Hij betaalde een vreselijke prijs voor ons op Golgotha. Nou, hoe durven we dan in het licht van zo'n offer te negeren wat er aan het kruis is gebeurd? En tegen een zieke broeder te zeggen dat het Gods wil is dat hij nog wat langer ziek is, zodat hij iets kan leren. Dat vertelt vroeger. Ja. Of ze zeiden van ja, ik moest ziek worden, zodat ik mijn buurman die naast mij lag ook iets kon vertellen. Ja.
Nou, dan heb je toch beter gezond naar hem toe kunnen gaan. Ja. Dat is makkelijk. Weet je, ik laat me iets vertellen. Heb je wel eens gehoord over broeder Morrisodillo? Ja. Nou, broeder Morrisodillo is bij de Heer nu. Maar broeder Morrisodillo, die had een probleem met zijn been. Ik denk zoiets als een open been. Mijn oma had het vroeger ook, zijn open been, en dat genees maar niet. Ja? En dat was bij hem ook niet zo. En dat liep erg moeilijk. En ik weet het, want het is ons ook verteld. Maar toen in San Diego had hij een campagne. En een prediker die hij goed kent. En ik ken hem ook. Die werd bij Morris geroepen. En Morris zegt, kom naar mijn kamer alsjeblieft en bid voor mij. Dus hij kwam. En hij bad voor hem. En toen hij zegt tegen broeder Morris, hij zegt, broeder Morris, ben je al aan het eind van je bediening? Ja, is het, heb je genoeg gedaan? Is het af? Ja. Hij zegt, nou, bijna wel, en ik wil graag naar de Heer. Nou, zegt die prediker tegen hem, wel, word nou eerst gezond en ga dan naar de Heer. Ja? Ja. Nou, prijs God, een week later zond Morris hem een videootje waarin Morris voor zijn vliegtuig stond, helemaal gezond, goed kon lopen, ja, en hup, naar de zendingsvelden ging. Ja. Nou, prijs God. Maar, dan, een hele tijd later, toen zei Morris van, ja, mijn tijd is op nu. Niet omdat hij ziek was, maar mijn tijd is op. Ik heb de goede strijd gestreden. Ja. En ik heb me tot een goed einde gebracht. En hij zegt, ik ga naar huis. En toen was het, pfft, en hij ging naar huis. Ja. Ja. Want je hoeft niet door een ziekte te sterven. Nee, helemaal niet. En daarom was het ook zo belangrijk dat hij eerst genezen werd en dan naar de Heer ging. Was wel wat later naar de Heer ging, maar niet vanwege ziekte. Want God heeft geen ziekte nodig om je naar huis te halen. Ja? Satan is een leugenaar. Nou, ik weet dat mijn oma, die had een open been, dat was iets vreselijks, dat etterde allemaal. En dat, ja, ik ben natuurlijk geen verpleegkundige, maar je zag het vleesbrood. De botten zag je zo, vreselijk. En elke dag moest er gewoon een nieuw verband omheen. Maar goed, ik wist toen, ik was nog een kleine jongen, ik wist helemaal niks van goddelijke genezing toen. En anders had ik ongetwijfeld met haar gebeden. Maar goed, mijn oma was altijd vol goede moed. Prijs God, ze heeft nog lang geleefd. Nou, het is de hoogste tijd dat we ons realiseren dat God ziekte haat op dezelfde manier dat hij zonde haat. Zonde, ziekte en dood kwamen allemaal tegelijk uit diezelfde put. Als het Gods wil zou zijn dat we ziek zijn, zouden we elke arts en elke verpleegster moeten veroordelen voor het proberen Gods wil te dwarsbomen. Ja? Nou, dat slaat toch nergens op? Nee. Nee, prijs God. Dat doen we dus ook niet. Want wij weten, het is niet Gods wil dat iemand ziek is. Waarheid nummer 3. Genezing komt altijd naar hen die ontvangen. God zei, door zijn striemen zijn wij genezen. Jesaja 53, vers 5. Hij zei ook, zo'n gebed dat in geloof wordt gedaan, zal de zieke genezen en de Heer zal je God zond maken. En als u zonde hebt gedaan, zult u vergeven worden. Jacobus 5, vers 15. En hij zei, Jezus nam onze ziekte en verwijderde onze ziekte. Matthäus 8, vers 17. En Jacobus 5, vers 15. Ik noem echt even die teksten, want dan kunt u zelf gaan lezen. Jacobus 5, vers 15. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken en de Heere zal hem oprichten. En als hij zonde heeft gedaan, zal een vergiffenis geschonken worden. Ja? Ja. Blij daarom, wel kan er uw zonde. Ja, je zou dus als je met een zieke gaat bidden, zou je eigenlijk moeten vragen, is er iets wat jouw genezing kan bewillen? En als de Heer niks openbaart, oké, dan is er geen belemmering, toch? Ja. En
en een bidje of zalfje met olie. Want hij zegt, en als hij zonde heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. Dat is heel belangrijk. Ja? En eigenlijk hier is het een gezagsprobleem. Want hier heeft iemand onder u leed te dragen, laat hij bidden. Is er iemand blij te moeden, laat hij lof zingen. Mm-hmm. Is er iemand bij u ziek, laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen. Dus je moet wel tot de gemeente behoren natuurlijk. Opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heeren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken en de Heere zal hem oprichten. En in dat verband, en als hij zonde heeft gedaan, of zij, zal hem of haar vergiffenis geschonken worden. Wat voor zonde is het hier? Een gezagszonde. Denk even aan Mirjam. Ja. Mirjam, hè, die eigenlijk tegen Mozes tekeer ging. En zijn gezag ondermijnde en zijn gezag niet gehoorzaamde. Wat gebeurde er? Ze werd melaats. Ja, toch? En ze moest het kamp uit. Anders werd het hele, melaats, kan het hele volk melaats worden. Ja? Dus, waar bestond hier eigenlijk de zonde uit, waardoor ze ziek werd, is dat ze opstond tegen goddelijk gezag. Ja. Nou, dat is het probleem. En Mozes moest met haar bidden en die zal haar ongetwijfeld vergiffenis geschonken hebben. Ja, maar dat gaat in één ruk door, waardoor ze genezen kan worden. Als je ongehoorzaam bent in de kerk, aan oudsten, aan je voorganger of aan je celleider, ja, roddelt, kletst en narigheid enzovoort doet, ja, dan kun je ziek worden. Ik heb mensen ziek zien worden, vreselijk. Ik heb vaak mensen proberen te stoppen in wat ze zeiden op een gegeven moment, overlijden zich. Stop joh, stop, je praat je eigen ondergang tegemoet. En dat gebeurt ook, maar het is niet alleen maar in spreken, maar ook al hier, in je gedachten. Ja? Als je tegen iemand iets hebt, zeker tegen een leidinggevende persoon, het kan in het verleden zijn geweest, het kan nu zijn, of in de toekomst, trap er niet in, het is een truc van de Satan, en je gaat verdeld worden. Je kunt niet tegen Gods gezag ingaan, want het is Gods goddelijk gezag. En daar moet je niet tegen ingaan, daar moet je niet over praten. Je moet niet zeggen, ah, wat doen ze nou weer? Al dat soort dingen, gaan moppen over je leiders. Dat God hoort het en het is niet goed. Mirjam deed het ook. Aaron hield zijn mond. Maar Mirjam sprak het uit. En dat was het probleem. En dat zeg ik niet om voor mezelf, omdat ik er zelf al ouder ben. Nee, ik zeg dat voor de mensen, want ik weet wat er gebeurt. Ik bedoel, ik weet dat mensen die een wrok hebben tegen mij, ja, gehad of nog hebben, in vreselijke ziektes terecht zijn gekomen. Wil ik dat? Natuurlijk wil ik dat niet. Maar dat is wat er gebeurt. Ja. Helaas gebeurt dat gewoon. En als die mensen goed onderwijs krijgen en tot ontdekking komen, oh wacht even, daar heb ik mij schuldig aan gemaakt, dan kan je beleiden, dan kun je vergeving krijgen en dan is de weg open om gezondheid toe te delen. Want God kan niet met onvergevensgezindheid leven. God kan niet leven met bitterheid. Dat kan niet. Hij is niet bitter. Ja, en wij prediken dit overal in elke natie. En prijs God, mensen komen tot bekering. Want die kan niet, is niet goed. En daarom is het ook, vind ik het ook heel erg belangrijk, dat als je lid bent van een gemeente, bezoek je eigen samenkomsten. Waarom? Want je mist het woord van God. Ja, het woord van God wordt gepredikt voor iedereen in de gemeente. Het kan eens een keer vastmacheur zijn natuurlijk. Ja, en als je dat niet bent, dan hoor jij dat specifieke woord niet, wat God juist op jou wil vertellen. Ja, prijs God. Nou, lieve mensen, dat was even dit. Dat was dit stukje. Ik was met waarheid 3 bezig, toch? Ja. En Matthäus 8, vers 7, die staat dat Jezus nam onze ziekte en verwijderde onze ziekte. En God houdt zich altijd aan zijn woord. Genezing komt altijd. De nieuwe geboorte komt op dezelfde manier voor iedereen die de instructies in Romeinen 10... vers 9 tot 10 zal volgen. Wat staat er dan? Als je openlijk verklaart dat Jezus Heer is en in je hart gelooft
dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zul je gered worden. Want het is door in je hart te geloven dat je rechtgezet wordt met God. En het is door openlijk je geloof te verkondigen dat je gered bent. Ja, weet je, geloof werkt door het te spreken. En door het te doen. Ja. Het probleem bij velen zit of zat in ons ontvangen. Niet in Gods geven. God geeft. Hij is een gevende God. Maar als het ontvangen van genezing net zo eenvoudig is als het ontvangen van verlossing, vraag je, waarom zijn zoveel christenen dan nog steeds ziek? In de eerste plaats, omdat de waarheid over genezing niet consequent is gepredikt. Aangezien geloof komt door te horen en te horen door het woord van God. Daarom volgt hieruit dat het falen om de volheid van het evangelie te onderwijzen veel christenen zonder voldoende geloof heeft achtergelaten om hoofdpijn te genezen, laat staan kanker. En eigenlijk is het een heerlijkheid om in Afrika met zieke mensen te bidden. Maar die zijn nog niet zo geïndoctrineerd door allerlei valse leringen. U weet, ik maakte toen die fout daar, ik was daar, een van de eerste keren, veel mensen hadden malaria. En ik vraag aan een van die voorgangers, ik zeg, wat voor medicijn gebruiken jullie tegen malaria? En een man van geloof, die komt uit Nederland, ja. En ze zeiden, gebed broeder, gebed jullie. En zo is het ook. Zo is het. En we hebben veel mensen genezen zien worden. Maar dan zie je alweer hoe je zelf helemaal verwesterd soms bent kunt zijn in je denken dat je daar niet eens aan denkt. Mensen hebben geen geld om medicijnen te kopen, bij wijze van spreken. Nee, dit is geen apotheek. Nee. Maar goed, prijs God. Dus de waarheid is niet altijd consequent gepredikt. Als je nu wenst dat genezing in je lichaam zou beginnen, stop dan met wensen. En begint te graven in het woord. Amen. Bestudeer, mediteer en luister naar met geloof gevulde cd's over genezing en verlossing. Als ik in mijn auto zit, ik luister altijd naar een cd over geloof. Of over genezing. Ja. En de afgelopen 2 weken, het is allemaal dezelfde cd, heb ik geluisterd naar de... Vermeerder je inkomen, vermeerder je zegening op financiën. Ja, want ook dat werkt door geloof. Ja, dus oké, als je zulke cd's hebt, of wij hebben ze ook, je kunt ze ook bij ons bestellen, of getransferd krijgen, luister ernaar. Als je dat dan hebt, hè, de heel belangrijke mensen, bestudeer het, mediteer en luister naar met geloof gevulde cd's over genezing en verlossing. Begin het dan te prediken. Mm-hmm. Ja, als je zegt, ik ben geen prediker. Ja, maar dat bedoel ik niet, ja? Ja? Predik het voor jezelf. Mm-hmm. Ja, ga voor de spiegel staan en predik die boodschap. Mm-hmm. Halleluja, amen. Amen. Predik het aan uw kinderen. Dat staat ook in de Bijbel, hè. Je moet... over geloof, je kinderen voorhouden vanaf het begin in het gezin, aan tafel, over spreken enzovoort, en als je wandelt, ja, halleluja. Predik het aan je hond als hij de enige is die wil luisteren. Het zal hem niet zoveel helpen, want helpt jou. Ik heb tegen de eenden in Polen gepredikt. Ze kwamen allemaal aanzwemmen. En ik predik daar mijn boodschap, wat ik s'avonds in de campagne zou doen. En ze zeiden allemaal kwak, kwak, kwak. Ja, amen. Ze reageerden op het woord. Ja, amen. En dan gingen ze weer. Nou, prijs God. Ja, halleluja. Prijs de Heer. Weet je, het zal waarschijnlijk niet veel voor hen doen, of voor je hond doen, maar het zal je helpen. En dat is waar het om gaat. Trouwens, je kunt een hond of kat genezen zonder dat je hond of kat gelooft. Ik bedoel, Melusia, dat is een van onze oudsten in Polen. En een man die had een kat. En die was doodziek. En ze hadden hem al opgegeven.
Zeg, nou, we kunnen ermee bidden. Dan legden de handen op. We straften de ziekte. En deelden genezing toe. Mm-hmm. Hij leeft nou nog. Jarenlang. Hij is helemaal gezond. Hij was jaren gezond. Ja, prijs God. Ja. En ik denk dat zijn man was toen nog niet in geloof. Haar man was toen nog niet in geloof. Maar ik denk wel dat hij dat het hem aan het denken gezet. Want nu is hij wel bekeerd. Hij is tot geloof gekomen. Prijs God. Ja. En hij komt elke keer naar de kerk. En dat doet mee met de huiszorggroep. Ja, hij zit ook op onze scholen van bediening. Nou, prijs God. Dat is wat God doet. Ja. Volharding. Ja, en... In het begin was het allemaal niet zo lekker hoor. Dat die man zich. Nou, hij zette zich er niet vanaf, maar zij had toch wel een moeilijke tijd met hem. Maar prijs God, en stond op het punt om het op te geven. Ik zeg: geef hem nog een paar maanden. En dat heeft ze gedaan, en in die paar maanden gaf hij zijn leven aan Jezus. Amen. Halleluja. Weet je, gebed is krachtig, volharding ook. Gewoon doorgaan, prijs de Heer. Don't give up. Ja, weet je, ik weet niet hoe ik op moet geven. Ik geef niet op, want ik weet niet hoe ik het moet doen. Ja, toch. Ja, noodstop. Go on. Oké, halleluja. Oh ja. Ik zeg niet dat het makkelijk zal zijn. Dat zal het niet zijn. Niet in dit leven. Niet in deze wereld. Je kunt niet in overwinning over de zonde leven zonder moeite te doen. En je kunt niet mee hobbelen in het leven en verwachten dat God gewoon genezing in je schoot laat vallen. Nee, je zult ervoor moeten staan. Je zult de goede strijd van het geloof moeten voeren. Waarom? Want die duivel probeert je altijd wijs te maken dat het niet voor jou is. Hij maakt omstandigheden, zo zie je. Hij laat je dingen gewoon voelen. Ja, voor jou is dat niet. En denk om de mensen om je heen. Nou, wat zie jij er beroerd uit? Tja, ja, dat begrijp je. Ja, dat soort dingen van... Oh, wat loop jij vervelend. Ja, is dat nog niet in orde? Heb je nou nog steeds last van dat? Nou, dat zijn zeer bemoedigende woorden. Ja. Dat zijn zeer opbouwende geloofswoorden. Ja, toch? Ja. Ja, je kunt beter zo'n tape kopen en het op je mond plakken. Maar, je zult de goede strijd van het geloof moeten voeren. Is genezing voor elke gelover, voor elke gelover? Ja! Je bent in een gevecht. Maar het is een gevecht dat je kunt en je hebt het recht ook om het te winnen. Amen. Ontvang je genezing. Halleluja! Amen.